Ik vind het ontzettend leuk dat ze hier zijn. En ik ga het eerste woord geven aan Linda Terpstra. Linda is de bestuurder van Vier. Vier is een expertisecentrum op het terrein van geweld en afhankelijkheidsrelaties. Je zult zien, deze vijf hebben allemaal compleet verschillende verhalen te vertellen. Maar al die verhalen samen zijn weer een stukje Nederland. Linda, kan ik je naar voren vragen? Geef haar een warm applaus. De volgende 5 minuten zijn van jou. Dankjewel. Het was eind jaren 80 toen ik gezondheidskunde en biologie les gaf op een middelbare school. Op een middelbare beroepsopleiding. Als docent had ik een aantal mentorkinderen. Een van die kinderen was Sarah. Een wervelwind met grootse verhalen. En de eerste tijd had ik geen flauw benul wat er schuil ging achter al die verhalen van Sarah. Maar ze ontroerde mij. En na een tijdje zat ze onder mijn huid. Na haar schooltijd hielden we contact. Of beter, Sarah hield contact met mij. Ze schreef me brieven. En heel af en toe kwam ze bij me thuis. Toen ik voor onderzoek op Curaçao verbleef, ontving ik een cassettebandje van Sarah. Met daarop muziek, een verhaaltje en een boodschap. Voel je niet schuldig, sprak ze me toe. Ik had geen idee wat ze bedoelde. Totdat ik een aantal maanden later werd gebeld door de politie met de vraag of ik Sarah kende. Ze was dood aangetroffen op haar kamer. Zelfmoord. 3 maanden lang had Sarah op haar kamer gelegen voordat haar dood werd opgemerkt. 3 maanden. Omdat niemand haar had gemist. Omdat niemand haar werkelijk had gezien. En zo was eigenlijk haar hele leven gegaan. Sarah's moeder had een psychiatrische stoornis. Waardoor Sarah al op jonge leeftijd in een pleeggezin werd geplaatst. En ze belandde van voorziening in voorziening, van pleeggezin in pleeggezin. Ze werd verwaarloosd, in de steek gelaten. Steeds opnieuw, getraumatiseerd. Liefde en veiligheid heeft ze nooit gekend. Haar crematie was een treurige, treurige afspiegeling van dat gegeven. 5 mensen waren er. Een voormalige mentor uit haar instelling. 2 mensen uit een pleeggezin. En mijn vriendin en ik. Sarah's dood raakte mij diep. Het maakte me verdrietig, machteloos. Maar er ontstond ook opstand en strijdlust. Ik wilde mijn steentje bijdragen. Ik wil nog steeds mijn steentje bijdragen. Alles op alles zetten om kinderen als Sarah te helpen. Sarah werd mijn motivator. En sinds haar dood hou ik me bezig met de vraag wat we kunnen en moeten doen voor kwetsbare kinderen. Kwetsbare kinderen als zij. Hoe creëren we een basis voor deze kinderen die laten zien, die de boodschap geven, jij mag er zijn, jij doet ertoe, jij telt. Een basis waarmee een fijne toekomst tegemoet gezien kan worden. Ik ben blijven kijken, ik ben blijven observeren, ik ben blijven zoeken. Als docent, als onderzoeker, als pedagoog en later als bestuurder van Vier. Ik heb mijn integrale en holistische visie verder ontwikkeld en handen en voeten gegeven. Steeds aan de hand van die ene vraag. Wat heeft iemand nodig om weer in zijn kracht te komen? En eigenlijk is het antwoord daarop verbluffend simpel. Een totaal aanpak. Iemand zien. Kijken. Wat heeft iemand nodig? Kijken naar alle leefgebieden en de mogelijkheden van kwetsbare kinderen en hun systeem. Waarin ze leven. Inzetten op stabiliteit, veiligheid, begeleiding, behandeling, maar ook op onderwijs, vrije tijd, werk en het sociale netwerk niet te vergeten. Want het een heeft invloed op het ander. En we moeten het tegelijkertijd en allemaal en ook nog eens samen doen. Samen, wij. Als zorginstanties, als bedrijven, als gemeentes, als onderwijsinstellingen, als sportclubs, als collega's, als individuen, als maatschappij.
En daarbij hebben we een holistische visie nodig. Eentje die de sectoren allemaal overstijgt, zodat het werk van de een versterkt wordt door het werk van de ander. En we moeten doen wat nodig is. De systeemwereld, de wereld van het geld, de wereld van de verantwoording en de regeltjes, die is in de afgelopen decennia gevoed. Waardoor de wereld van de bedoeling en de wereld van de leefwereld ondervoed is geraakt. En we moeten er weer voor zorgen dat de behoeften van kwetsbare kinderen leidend zijn en gaan worden. En niet het geld of de regeltjes. Het verhaal van Sarah staat symbool voor de 130.000 beschadigde kinderen die wij per jaar in Nederland zien. Ja, u hoort het goed, 130.000 kinderen in iedere klas 1. Verwaarloosd, beschadigd, getraumatiseerd en ongezien. Tijdens de crematie van Sarah vroegen de mensen van het pleeggezin of ik misschien wist waar de fotocamera was gebleven van Sarah. Ik had geen idee. Ze hadden prachtige foto's gevonden bij Sarah, die ze zelf had gemaakt. Ja, Sarah had talent. Ongezien talent. Omdat niemand echt oog had voor Sarah. Omdat niemand oog had voor wie zij werkelijk was en kon zijn. Wat ze zag, wat zij belangrijk genoeg vond om vast te leggen. Laten we kinderen als Sarah alsjeblieft zien. Laten we contact met ze maken. Ze vasthouden. Ze niet meer loslaten. Totdat we zeker weten dat het goed is. Dank u wel. Dankjewel. Dankjewel, Linda, voor dat heftige verhaal. Ik kan niet zeggen dat de stemming nu heel erg in feestmodus is, maar dit zijn wel onderwerpen die we hier in Nederland, waar we mee om moeten gaan en waar we ons voor moeten inzetten. En het is heel mooi om te zien hoe jij dat ook doet bij Vier.